Dag allemaal, ik ben Benten en ik ben op dit moment in Den Haag, waar ik heb afgesproken met Roel Boomstra en Jan Groenendijk. Deze twee gasten die strijden om de wereldtitel dammen. Nou, dat word je niet zomaar, want de laatste keer dat er een Nederlander heeft gewonnen is ruim 30 jaar geleden. Ik ga even checken hoe deze gasten zich hebben voorbereid. Het zijn echt een soort supersterren waar ik niks van af wist. Deze gasten die hebben dus honderdduizenden dammers achter zich gelaten om nu wereldkampioen te worden misschien. Het is allemaal wel serieuzer dan ik dacht. Kees, wat bewonder jij nou in deze gasten? Dat je je dan gaat losmaken van wat de rest van je vrienden en de mensen in je klas doet. En je zo obsessief gaat toewijden aan zoiets als dit. Om vervolgens eerst op Europees en daarna op wereldniveau te gaan spelen. Dat vind ik al heel inspirerend. Want je gaat volledig tegen de stroom in wat anderen doen. En daar zit een soort passie in. En daar zie ik inderdaad een parallel of een overeenkomst in tussen de artiesten waar ik mee werk. Maar ik ben meer een schaker eigenlijk. Als je dat nog één keer zegt, dan implodeer je gewoon hier. Twee gegeven, ik sla nu 1, 2, 3. Jullie zijn rivalen, hè? Ja. Dit is een soort Biggie en Tupac. Oh, jij bent gewoon heel cool. Ja, gewoon heel, heel cool. En mezelf. En dat op 18-jarige leeftijd. Jij bent Roel. Ja, ik ben Roel, 23 jaar. We spelen om de wereldtitel tegen Jan. Ongelooflijk. Er wordt straks 30.000 euro verdeeld, hoor ik net. Wat ga je daarmee doen? Ik ga het gebruiken voor mijn opleiding, denk ik. Ik wil dammer worden, want ga ik echt mad chickies mee regelen. Het is wel zo. Heb je zijn nummer geregeld? Nee. Wat is zo vet aan dammen? Bij dammen is het zo dat je moet slaan, hè? Je kan gewoon 5, 6, 7 zetten vooruit denken en dan zie je... Ja, dat gaat zelfs automatisch. Je zet een stand op en ik ben al aan het denken. Voor mij is het een soort magie. Al die schijven bewegen. We hebben 12 partijen tegen elkaar. En wie als eerste 3 wint, die is wereldkampioen. Ik moet toegeven, toen ik hier vanochtend aankwam, dacht ik... Dammen, dat is echt zo'n suffe sport die je met je oma doet. Niets is minder waar. Roel en Jan zijn allebei supergezellige gasten en mega slim. En het is heel bijzonder dat van alle dammers in de hele wereld er 2 Nederlanders aan de top staan. Ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen en ik wens ze allebei heel veel succes. Ik zie jullie later. Pas op. Oh ja, Young Capital en Topnotch gaan nog meer vette filmpjes maken en ook nog hele gruwelijke prijzen weggeven zoals deze hoodie. Wil je nou kans maken, dan weet je wat je moet doen. Gewoon subscriben en een leuk berichtje achterlaten. Mazzel.